Hallo. Zoals je ziet heb ik al een aantal klassen aangemaakt en nog niet alle. Het is handig om, zodra jij je leerlingen hebt toegevoegd aan een leeromgeving, om een aantal acties uit te voeren. Als je op het tabblad leerlingen klikt, dan kun je hier zien dat alle leerlingen zichzelf hebben toegevoegd. Dat wil zeggen, ze hebben van mij de code gekregen en ze hebben zichzelf eraan toegevoegd. Dat kunnen zij ook zodra zij ook inloggen met hun, zoals hierboven, een Google School account. Als je de leerlingen hierboven selecteert, allemaal, dan kun je daar vervolgens een actie op loslaten. En de actie die zou kunnen zijn, degene die het meest gebruikte, is dat we ze vanuit hier in één keer allemaal kunnen e-mailen. Kan handig zijn. Iets anders om binnen jouw leeromgeving aan te geven, en dat moet je als docent maar even zelf bepalen, is de rechten die je je leerlingen geeft. Die kun je hier aangeven. Je kunt aangeven, de bovenste of leerlingen kunnen berichten plaatsen en reacties plaatsen. In de middelste kunnen ze alleen maar reacties plaatsen, dus op berichten van jou. En bij de onderste hou je de controle helemaal in hand en kan alleen jij als docent berichten plaatsen en kunnen leerlingen helemaal geen reacties ook op berichten plaatsen. Ik ga voorlopig eventjes voor de middelste en eens kijken hoe ver het komt. En als ik het idee heb dat leerlingen er tussen aanhalingstekens misbruik van maken, dan zet ik uit dat zij reacties kunnen plaatsen. Ook kun je tevens nog, en dat is een nieuwe optie, je kunt mentoren uitnodigen. Je kunt per leerling kun je aangeven dat er een mentor toegevoegd moet worden. En dat kan een docent zijn hier binnen de school. En dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn die je vervolgens mee kan kijken in de werkwijze. En zo op de hoogte blijft van het werk wat leerlingen moeten doen.